Okidoki. Hopelijk gaat het deze keer wel goed. En deze keer bedoel ik dan ten opzichte van gisteren toen ik die audio problemen had. Oké. Yes. Dit is waarschijnlijk Amerika. Het zou ook Canada kunnen zijn trouwens. Zou ook Canada kunnen zijn. En dan zit ik meer te denken in de richting van Saskatchewan en Alberta en Manitoba en zo, zeg maar. Daarom, ik wil graag een bord zien met. Met. Oké. Dat was niet helemaal wat ik verwacht had, maar goed. Een bord zien met kilometers of mijlen erop. Want dat maakt heel veel uit. Voor mij om te bepalen waar we zijn. Ik blijf nou maar gewoon lekker deze weg. Nou, ik heb niet eens heel veel andere keuze, denk ik, dan deze weg, hallo. Blinde vlek. Oh nee. Oh nou zit hij dan. Misschien dat het net een aantal blinde vlekjes waren of zo, weet ik het. Even kijken, staat er hier iets op? Nope. Soms zult er nog wel eens iets op die vrachtwagens staan, maar helaas. Misschien daar wel op. Hallo. Nope. Dat is niet echt handig. Dan ga ik hem voorlopig. Oh, ho, ho, hallo. Golf course, tourist activities. Misschien heb ik mazzel dat er hier ergens iets staat. Wat is dat? Nou. Er stond hier een. Waar is dat bordje gebleven? Daar is dat bordje. Ah, nee, dit. Dammit. Never loads. Oh shit, ik moet klikken. LBA. Ah, het was Amerika. Shit. Ja, ik zie het nou net op het einde aan die LBS. Dammit. Dit is Noorwegen. Dit ziet eruit als een plek waar we wel eens een keer geweest zijn. En dan meen ik oprecht. Oh, what the f. What? Wat is dit? Hallo? Is dit een tunnel misschien? Ja, dit is een tunnel. Holy shit. Ik denk echt zo van. Waar ben ik in beland? In wat voor. Ja. Zoals jullie kunnen horen. Het gaat nog steeds niet 100% met mij, om het zo maar te zeggen. Ik hoest en nies nog steeds en dat ja, ah, yippie, yay, woehoe, zo fijn. Oké. Waar zouden we dit
Nee, dit is trouwens niet dezelfde. Of ik ben er al voorbij. Auw. Waar zou dit kunnen zijn? In Noorwegen natuurlijk, ja, dat snap ik, maar. Holy. Nou. Dus dan voorlopig even hier weg. Dan gaan we weer de tunnel in. Yay! Dat die tunnels geen verlichting hebben, joh. Of zou er niet zo vaak iemand hier rijden, misschien? Ik bedoel. Want dit is gewoon echt. Of neemt hij de verlichting niet mee op die camera, misschien? Misschien dat dat het is. Dat zo. Hallo? Nee, hij gooit mij iedere keer terug daar. Maar waarom? Dit is het einde van de tunnel. Ik mag gewoon niet verder daar. That's a bit concerning. Oké. Okay. Tja, misschien dat ik iets van dat bord kan af. Noep. Ja, soms valt er nog wel eens een kaartje of zo te zien, maar helaas deze keer niet. Tuurlijk was het dan wel een keer in het zuiden, hè? Stel je voor. Is dit. Mijn eerste gevoel is om te zeggen dat dit weer Noorwegen is. Maar dat denk ik niet dat zo is. Wat zou dit kunnen zijn, joh? Ik heb echt geen. Misschien dat ik hier iets meer. Ik had gehoopt dat er een bordje op zou zitten. Dit wil ik zeggen. Het doet me echt aan Noorwegen denken, maar. Ik heb totaal voor verder is geen enkele aanwijzing. En de huizen zien er inderdaad hier veel Scandinavisch uit. Dit is een interessante. Wat zou dit zijn? Durf ik hem in. Dit moet Noorwegen zijn ook weer, denk ik. En ik ben voorlopig geneigd om wel wat noordelijker weg te zetten. Maar wat ik ze. Het ziet eruit als een, wel een toeristische locatie, zeg maar. Dan zit ik te denken of dit toch niet stiekem Zuid-Noorwegen is. Weet je, ik gooi hem gewoon lekker in het midden ongeveer ergens. Ik weet dat het uiteindelijk veel punten kan kosten, maar. Ik neem liever het risico zo dan dat ik. Want ik weet nog steeds niet eens of het überhaupt wel Noorwegen is. Ik denk het wel als ik het zo zie. Dit doet me denken aan die locatie die we gisteren hadden. En waar was die ergens? Was dat niet hier ergens of zo? Geloof ik. Ik denk het wel, zoiets. Wat is dit, joh? Nou, het was
zelfs nog verder noordelijker. Oh, het was op dat aanhangseltje. Goh. Echt, dat had ik echt. Nou, ja, andere mensen waarschijnlijk wel, maar goed. Westworld General. Dat is niet Westworld, maar Westworld. Eerste instantie zou ik zeggen dat dit Californië is. Maar ik zie ook nog wel gebeuren dat dit wellicht Oregon of Washington is. Even kijken, heb jij nog iets? Nip. We hebben gisteren gezien hoe nuttig het kan zijn om te kijken naar, hoe heet het? Naar vrachtwagens. Het feit dat ik toen dacht dat ik in Mexico zat en op die vrachtwagen Namibië zag staan, dat heeft me echt heel veel punten opgeleverd. Oh, please, vrachtwagen. Gaan we nou niet. Oh nee, gelukkig niet. Oh nee, het is allemaal daar terug, zeg. Jezus. Kamloops. Waarom klinkt dat zo verschrikkelijk bekend? Kamloops. Kamloops. Ik zit volgens mij. Is dat. Ja, ik wou net zeggen. Dat is helemaal niet in Amerika. Dat is in Canada. Dat is in British Columbia. Damn. Oké. Dit is Mount Creek. Oh, dit is Westworld. Dat was echt letterlijk waar we stonden. Daar ga ik vanuit dat we ook op deze weg stonden. Dat we hier stonden dan, want dat is de. En nee, we stonden bij de General Store, denk ik, hè? Of niet? Wacht. General Store Café. Ja, yeah, dus we stonden hier. Puur omdat ik weet dat Kamloops is. Het klikte met mij van, hé, maar dat is helemaal niet Amerika. Kamloops is Canada. Oké, yay, woehoe. 5000 punten, yay, woehoe. Tenminste, daar ga ik vanuit. Als het geen 5000 punten is, dan weet ik het ook niet meer. Ik kan hem zelfs kunnen kijken of we voor 0 meter kunnen gaan. Nee, 5 meter er vandaan. Oké, dit is. Ik weet het niet. Alien. We zitten niet meer op aarde. Dit is. Dit is Dingenkesser geworden. Worldkesser. Oké. Dit. Ziet eruit alsof dit een eiland is. En meer. Ja. Nee. Zo. Dit. Ik denk wel dat het Italiaans is. Maar. Waar dan? Is het dan geen eiland? Sowieso dat het Italië is. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Oké, top. Hoi.
Lubrense. Ik heb geen idee waar Lubrense ligt. Misschien dat dit me iets meer Karate Center Peninsula. Oh, dat was een veel kleiner dorpje dan dat ik dacht dat het was. Oké. Dat was eigenlijk niet de planning, maar goed. Is dat dus... Ik kan het niet goed zien. Villa Caprile Ristorante. Oké. Het zou fijn zijn als er dan ook ergens een aanwijzing is waar dit ongeveer zou zijn. Ik heb geen enkel idee op dit moment namelijk. Ik denk wel dat, want als dat de dingen is, de zee. Ik zie voor verder is niks. Is dat wel aan deze kant zit? Hallo? Nee, heb je dat niet meer meegepikt? Ik denk niet meer dat je dat meegepikt hebt. Oh ja, net. Nee, net niet. Het was bij Napels in de buurt. Oh, dit kleine fritje hier. Oh ja, inderdaad. Nou, nah. Dat had ik echt wel heel ver moeten inzoomen om dat te vinden. Ik ben al blij dat ik überhaupt door had dat het in Italië was. 18.000 punten. Ik ben benieuwd, zou de grootste misser in Canada geweest zijn en de grootste... Ja, de grootste misser was in Canada en de beste was in Canada. Het beste en het slechtste in Canada. Dat is op zich ook nog wel een kunst om dat te doen als je een wereldwijde gok ding hebt. Nou, aan de andere kant, die andere was natuurlijk niet in Canada, dat was in... Wat was het, Nebraska? Ik denk dat het Nebraska was. Ja, Nebraska. Ach ja, het is zo. Kun je niet veel aan veranderen. Anyways, dat was hem weer voor vandaag. En dan zeg ik, tot morgen.